opvallende rol toch wel die Vitesse kiest in deze wedstrijd tegen NAC Breda. Het zakt helemaal terug op de eigen helft. En laat de nummer laatst van de Eredivisie het spel maken. Wat nu heel aardig gebeurt aan de linkerkant, want daar ligt de ruimte. Rosheuvel en tevreden zijn voor de goal. Daar is Rosheuvel. Behoorlijke kans voor NAC Breda. Vitesse gokt blijkbaar op de counter. Daar heeft het natuurlijk ook wel spelers voor. Maar het laat zich wel erg stevig achteruit drukken in het eerste kwartier door NAC. Kort inmiddels weer op de been. Nog altijd Korte. Sportsleden handig gedaan door de aanvaller van NAC. Sportsleden, goede voorzet. En de redding, moeizaam, Eduardo. NAC is beter. Buettner. Ja, die kan zo binnen doorlopen. Dat is een uitnodiging van Anholt. Dan wordt Buettner aangetikt. En krijgt Vitesse een vrije trap na een nogal knullige overtreding van Verschuren. Die moest corrigeren omdat Van Anholt de deur openzet voor Buettner. Dat is heel veel risico wat Verschuren daar neemt met die actie. Hij neemt alle tijd. Lindhout bouwt de spanning op. En wat gaat hij dan vervolgens doen? Penalty. Penalty Vitesse. Blijft voor rustig. Spanning is opgebouwd. Voor... Nee, die blijft helemaal niet rustig. En wat is dit dan? Wat is dit dan als je er al zoveel gemist hebt? Dan past dit helemaal niet. Dit is ronduit een misplaatste arrogantie. Ja, door al dat oponthoud met de VAR zo even komen er minimaal 3 minuten bij in het Radverlegstadion. En gaat Verschuren hier helemaal vrij staan en de kans bieden en de goal bieden aan tevreden. Maar, dat gaat niet door. Het is buitenspel. Het is buitenspel. Veel tumult in de slotfase van de eerste helft die lang voortkabbelde. Het zou NAC dan wel heel erg mee zitten als deze goal wordt goedgekeurd. Maar kijk naar de hak. Die lijkt er nog op één lijn te staan. Met het hoofd van Verschuren. Goal, ja. Het is inderdaad gelijk. Het zit NAC inderdaad in dit geval erg mee. En wat slaat Vitesse zich voor het hoofd. Eerst dat missen van die strafschop. Na een zeer discutabele beslissing van Lindhout en de video assistant referee. En dan het doelpunt aan de andere kant. Waar het net op millimeters gunstig valt. Lee. Korte. Voorzet van Korte. Rosheuvel komt daar niet zo gek veel mee. Maar dan is Nijholt weer wat alerter dan Bero. Lee met de koppel net naast. De eerste grote kans van de tweede helft is ook voor de thuisploeg. Doekie nu met tevreden. Tevreden wint het in twee instanties. Telander is uit balans en Korte met de grote kans. Redding Eduardo. Dat is een goede aanval van Vitesse in de maak. Darfalou laat lopen. Karavajev, Ødegaard. Ødegaard naar zijn linker, Ødegaard. Misschien wel de meest dreigende actie van de kant van Vitesse vanavond. Karavajev. Voorzet van Karavajev en de kopbal, die gaat er zomaar in. Het is 1-1, weer met het hoofd, Brian Linssen. Het is niet zo dat die goal eraan zat te komen, maar als Karavajev zoveel tijd en ruimte krijgt van Lee, die ja, daar maar gewoon blijft staan om een voorzet af te leveren. En Linssen heeft de laatste weken al aangetoond wat hij prima kan koppen. Zou dit kansrijk kunnen zijn voor Vitesse met Karavajev die opkomt aan de rechterkant. Karavajev met de voorzet en de redding van Van Leer op de kopbal van Navarone voor. Wat een goede aanval van Vitesse dat rijkelijk laat, maar nu wel eens gaan voetballen. Hij heeft het veel kracht gekost deze wedstrijd op een zwaar veld door de regenval. En is NAC vandoor aan de rechterkant met de Rosheuvel. Verschuren voor het doel. Tevreden is er ook. Die dacht aan een volley, dan is dit geen buitenspel. En wordt het 2-1 voor NAC. Verschuren. In alle opzichten, een van de meest opvallende mensen in deze wedstrijd. Wat blijft hij kalm oog in oog met Eduardo. En dat lukt dan uiteindelijk ook, omdat Verschuren daar geen buitenspel staat. De kopbal weet te controleren en dan heel rustig blijft. En het knap afrond, goede goal van Verschuren. Serreo. Doorlopen door Bero. Tweede gele kaart, einde wedstrijd voor de Slowaak.
Inderdaad, als Lindhout de rugnummer ziet, dan weet hij dat de wedstrijd voor de aanvallende middenvelder van Vitesse er dus op zit. Vitesse, ook dat nog eindigt met 10. Het laatste fluitsignaal van Lindhout. Een enerverende laatste wedstrijd van deze 15e speelronde. Want er zat veel in vanavond. Het duel tussen NAC en Vitesse. Vitesse dat zich heel matig presenteert in het Radverlegstadion. En NAC dat er werkelijk alles aan gedaan heeft om deze wedstrijd te winnen.